is de SPV-podcast onderweg van de VNVN-SPV, van en voor de sociaal-psychiatrische verpleegkundige. Richard Touw is SPV en hij gaat het land in om in contact te komen met zijn collega's. De SPV kom je overal tegen in de GGZ. Wat doen ze eigenlijk? Wat inspireert hen? En wat is hun passie? Daar gaat Richard over in gesprek. Welkom bij de SPV-podcast onderweg. Wij zitten vandaag bij Justitieel Complex Zaanstad. En zoals gebruikelijk bij de podcast begin ik meestal even met het mailtje met de uitnodiging van een SPV-collega. Hoi Richard, ik hoop voor jou dat je mega veel oproepjes krijgt natuurlijk. Maar ik wilde toch ook de SPV in het PPC onder de aandacht brengen voor de podcast. Het is zeer zeker geen ambulant SPV-functie, maar ik ben er wel heel actief mee en zou het graag ook delen met andere SPV in ons land. Mocht je interesse hebben, hoor ik het graag. Zo niet, ook even goede vrienden. Nou, wij zijn in Zaanstad aangekomen en ik zit tegenover Lianne de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Ja, welkom in een zeer bijzondere setting. Ja, zeker. Ja. Want wij stonden hier met onze auto voor een enorm groot gebouw in Zaanstad. En volgens mij kun jij wel uitleggen wat dat gebouw inhoudt. Ja, Waar staan wij? Waar zitten wij? Jullie zijn op dit moment in de gevangenis van Zaandam. En jullie zijn in het PPC. Dat is een hele kleine vleugel in de gevangenis waar psychiatrische patiënten verblijven. Psychiatrische patiënten in de gevangenis. Ja. En daar ben jij de SPV van? Ja. Nou ja, van een deel. Ja. Van een deel, ja. Nou ja, wij kwamen op uitnodiging van jou. Hè. Dat vinden we zeer bijzonder. En nou, het begint al bij de ingang. Van hoe start jij je dag als SPV als jij hier terrein op komt te rijden? Dan eigenlijk parkeer ik de auto en onderweg naar binnen ben ik aan het bedenken van welke metalen heb ik in mijn broekzak of heb ik bij me. En welke metalen moet ik dan straks bij het naar binnen stappen afdoen, omdat die door de scanner heen moeten. Dus die moet even gecontroleerd worden op metalen. En dan moet ik zelf metaalvrij door de detectiepoort, eigenlijk vergelijkbaar als op Schiphol. Dus daar ben ik eigenlijk onderweg vanaf de auto naar binnen toe, ben ik daar over aan het nadenken van heb ik niet nog iets in mijn broekzak van gistermiddag wat ik straks in mijn bakje moet leggen. Ja, ja. Maak je wel eens mee dat je toch iets meeneemt dat er alles op rood staat? Nou, nee, eigenlijk niet. Okay. Nee, het is wel een periode geweest dat ze de detectiepoortjes wat strenger hadden afgesteld en dat ook de BH's afgingen. Dus toen ben ik wel eventjes op een zoektocht geweest naar een BH die niet afging. Ja. Oh ja. Waar je allemaal niet als SPV over na moet denken als je werk start. Ja, zeker. Dat hebben wij ook meegemaakt, Bert en ik, hè, als podcastcrew, zeg maar. En we moesten ook met de koffer erdoorheen alles afdoen. Maar als SPV loop je door die detectiepoort. En wat ga je dan doen? Wat is dan je loop naar je kantoor, zeg maar? Daarna pakken we de pieper en de sleutels. En de pieper die is bedoeld voor veiligheid. Dus als patiënten door een vanaf de afdeling gaan en die hebben een hoger beveiligingsniveau nodig, omdat ze op dat moment gevaarlijk kunnen zijn voor de passerende mensen, dan wordt er een transportstop op die pieper doorgegeven. En die geeft dus aan dat je dan op dat moment op een bepaalde gang niet mag lopen. Dus dat krijg ik dan door op mijn pieper. Maar ook als ik op de afdeling ben, dan kan ik met die pieper alarm maken. Als ik in een onveilige situatie kom. En daarnaast heb ik sleutels om de deuren mee te openen op de afdeling. Het is al een bijzondere start van je werkdag. Ja. Ja, want wij lopen, wij liepen hier ook door de gangen heen. Hele lange gangen. Ja. Grijze gangen. Ja. En je moet bijna Google Maps aanzetten. Dat zei ik al toen ik aan het lopen was. Om de weg te vinden. Ja, klopt. Hey, maar jij start straks gesprek ook over het inhoudelijke stuk. Maar als we even terugkijken. Ben jij in 2005 ongeveer begonnen met je werk als helpende in een verpleeghuis? Ja. Daar ben je in de zorg begonnen als 18-jarig jonge vrouw. Ja, klopt. Nou ja, eigenlijk eerder nog wel. Direct aansluitend op mijn middelbare school, waarin ik de richting koken had gedaan, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik dat toch niet heel leuk vond. En wilde ik eigenlijk de zorg in. En ik kreeg altijd op school te horen dat ik niet zo
goed kon leren, dat ik niet te veel verwachtingen moest hebben. En om die reden ben ik eigenlijk bij niveau 2 begonnen. Ik dacht, nou, dan begin ik gewoon laag. Dan kan ik het makkelijk bijhouden en ben ik dus gediplomeerd helpende geworden. Waarbij ik stage heb gelopen in een verpleeghuis. Ja. Ja. En dan ben je eigenlijk, als je je carrière even zo ziet, dan ben je verzorgende, van helpende naar verzorgende gegaan. Ja. Toen dacht je van, hé, de psychiatrie trekt me. Ja, wat maakte dat je voor de psychiatrie koos? Nou, ik werkte in een verpleeghuis in Amsterdam op een revalidatieafdeling. En daar was een arts opgenomen die in het ziekenhuis een nieuwe heup had gekregen. En de MRSA-bacterie had opgelopen. En tijdens die opname is zijn vrouw ziek geworden. Die heeft Alzheimer gekregen. En zij mochten niet in hetzelfde verpleeghuis verblijven. Dus zij konden elkaar ook niet meer zien. Maar door die ziekte kon hij ook zijn werk niet meer uitvoeren. Waardoor hij eigenlijk alles om zich heen letterlijk en figuurlijk verloor. En ook in de contacten heel boos en gefrustreerd was. Omdat wij als verpleging in beveiligde pakken naar binnen moesten vanwege die bacterie. En dat soms heel veel frustratie bij hem opriep. Omdat hij het ten eerste als heel afstandelijk ervaarde. Maar ook omdat wij zo kort mogelijk in die ruimte moesten zijn. Ook altijd de druk voelde van heel snel weer weggaan. Ja, in die context. Ja. Van die man met zijn vrouw, ja. Deed wat met jou. Ja, ja, hij was zo gefrustreerd, boos, schreeuwen, gillen. Ook wel agressief, maar vooral instrumenteel. Dus op zijn kussen, op zijn bed. Waarbij ik eigenlijk als een van de weinigen begrip kon tonen voor hem. En wat meer tijd daarin begon te steken. Wat meer gesprekken begon te voeren met meneer. Ja, en dat vond ik eigenlijk veel leuker dan het hele somatische stuk. Dat ik dacht van er zit wel iemand voor je. Het is niet alleen billen wassen en weer verder. Het is een man met een verhaal. Ja, het is een man met een verhaal. En daarin dacht je van, dat is meer de psychiatrie ook. Ja. Wat zit er allemaal achter? Ja. Wat maakt dat een man zich zo, die veranderingen met zich meeneemt in zijn leven en met zijn vrouw? En vooral, wat doen wij ook in dat contact? Ja, want wij doen daarin iets waarop hij natuurlijk gaat reageren. Ja. En ik denk in het contact, dat is voor jou steeds weer die rode draad. Hè? Dat je denkt van, het lijkt wel een beetje op een soort van klein gevangenisje waar die man zat. Hè? Dat je met speciale kledij hem moest verzorgen, met hem in gesprek ging. Ja, ja. Ik zie een beetje eigenlijk een soort wel, van rode draad. Je koos ervoor om de psychiatrische verpleegkunde te kiezen. Ja. Om daar je diploma voor te halen. Heb je ook gedaan. Ja. En ik ga wat snel nu in dit verhaal. Maar vervolgens kwam je ook wel het gevangeniswezen op de een of andere manier tegen. Ja, klopt. Ik werkte in de kliniek. En daar waren patiënten die aangaven dat ze in het PPC hadden verbleven. En dat ze daar waren mishandeld of een onheus waren bejegend. Wat is een PPC? Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Ja, even voor de luisteraars van de podcast. Sorry. Ja, dat is waar jullie nu ook zijn. Ja. En die patiënten die vertelden over hun ervaringen in het PPC. En ik kon me daar nooit een beeld bij voorstellen. Dus ik was eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig geworden. En ik noem het dan ook maar het lot. In die kliniek waren bezuinigingen en alle tijdelijke contracten, waaronder die van mij, werden stopgezet. En toen ben ik eigenlijk om me heen gaan kijken van, wat vind ik leuk, wat wil ik dan anders doen, wat ik in een setting die ik nog niet ken. En toen zag ik de vacature voor psychiatrische verpleegkundige in het PPC in Scheveningen. En je dacht van, wat is nou leuk? Ja. Laat ik als verpleegkundige in het gevangeniswezen gaan werken. Ja, laat ik nieuwsgierig zijn. Niet iedereen zal dat denken als psychiatrische verpleegkundige. Nee, maar ik vond het wel een hele aparte setting die ik ook niet kende. Die mijn nieuwsgierigheid had getrokken. Toen ik daar ook op sollicitatiegesprek was het gesprek heel leuk met de collega's die ik daar ook had. En op basis daarvan had ik zoiets van, ik wil toch wel eens een dag meelopen voordat ik ja zeg. Ja, zat je dan in dat, dan ben je een jonge vrouw. Hoe oud was je toen? Ik was toen, 2014. Even rekenen. 23, ja. 23. Ja. En dan zit je daar voor een sollicitatiegesprek als verpleegkundige om in het gevangeniswezen te gaan werken. Ja. Moest je dan ook met stevige schoenen aankomen, een beetje stevig neerzetten?
Je moet wat in huis hebben om zo'n stap te gaan maken. Ja, ik was me daar wel heel erg van bewust. Dat ik dacht van, nou ja, past het mij wel? En eigenlijk had ik ook zoiets van, nou ja, maar ook als het niet past, even goede vrienden. Oh ja. Dus ook met die insteek ben ik naar binnen gegaan. Ik was alleen wel heel erg bewust, want ik heb een tatoeage die nog best wel in het zicht kan zitten. Dat ik me eigenlijk meer zorgen maakte om die tatoeage, of dat überhaupt wel mocht, dan de rest eromheen. Maar goed, toen had ik een gesprek met de collega's en ik zag eigenlijk overal tatoeages. En toen dacht ik, oh... Ik hoor hierbij. Het maakt helemaal niet uit. Dus in het gevangeniswezen met een tattoo van, ja. Dat is hier gepast. Ik denk ook bij de patiënten of de cliënten, de gevangenen, dat die ook met de tattoos rondlopen. Ja. Je maakte daar de keus, je kwam goed door de sollicitatie heen. En inmiddels ben je al 8 jaar aan het werk. Binnen de PPC? Ja, bijna 10 jaar. Bijna 10 jaar ben je als psychiatrisch verpleegkundige daar begonnen. Ja. En op een gegeven moment maak je ook de stap naar SPV. Je zou denken, SPV, heel veel SPV'en werken ambulant. En jij gaat als SPV binnen de muren werken. Ja, klopt. Ja. Wat maakte dat je voor de SPV-opleiding koos? Eigenlijk werd ik een beetje geënthousiasmeerd door een SPV-collega in Scheveningen. Die kwam daar binnen waarbij haar takenpakket anders was dan die van de psychiatrische verpleegkundige op de groep. En dat sprak me heel erg aan. Dus vooral de keten naar binnen halen en de slogan van PPC Zaanstad is binnen beginnen om buiten te blijven. En hoe kan je dat beter doen dan de keten ook van buiten naar binnen te betrekken, maar ook de familie van buiten naar binnen te halen. Ja, want wat is de keten dan? De keten, daar bedoel ik mee netwerkpartners, dus klinieken van buiten, gemeente, reclassering. En die proberen wij dan als SPV'ers ook naar binnen te halen, zodat ze betrokken blijven bij de patiënten. Maar ook zodat de informatie die wij hier binnen verzamelen van de patiënten en het beeld wat wij hier binnen zien, ook weer meekomt naar buiten. Dus eigenlijk past dat allemaal prima binnen de competenties van een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ja, bruggenbouwer, ja. Maar dan van binnen naar buiten. Ja. En buiten naar binnen halen. Ja, zeker. Ja, ja, dat is echt wel ook weer de rode draad, hè? Binnen en buiten. Ja. Maar jij hebt ervoor gekozen om met name binnen te werken. Mm-hmm. Maak jij ook wel de stap naar buiten? Dat jij de keten ook wel opzoekt? Dat je hier alle poortjes weer door moet om naar buiten te gaan? Ja, zeker. We hebben overleggen bij het veiligheidshuis, waar we bij aansluiten fysiek, als het mogelijk is. Corona heeft natuurlijk wel een hele vliegende start gemaakt in de online bijeenkomsten, dus dat is soms ook heel praktisch. Maar we gaan ook met patiënten mee op een intake, als ze het spannend vinden of als ondersteuning daarin willen. En ook nazorg van patiënten. Dus in het kader daarvan gaan we soms ook naar patiënten toe die dan van binnen naar buiten zijn gegaan, om te kijken van, nou, hoe gaat het nu met je? Kunnen wij nog iets doen om te zorgen dat je ook daarna nog weer goed terechtkomt? En vooral die relatie daarin behouden en... Ja, het vertrouwen. Die verbinding. En je zegt al een paar keer van, als wij dat nodig vinden, als het aan ons gevraagd wordt, wie zijn we, ons? Ja. Je werkt ook in een team, neem ik aan. Ja. Hoe ziet zo'n team binnen de muren eruit, binnen een PPC? Een team bestaat eigenlijk uit een behandelcoördinator, wat een GZ-psycholoog is meestal. En we hebben een basispsycholoog, case manager, SPV'er. Vaak hebben we ook nog een artsassistent of een IOS in opleiding. Dus eigenlijk bewegen zich wel heel veel verschillende disciplines om een patiënt heen. Ja. Ja. En dat is, hoeveel SPV-collega's heb je hier binnen de muren? We zijn nu met z'n tweeën en we hebben 1 collega die in opleiding is. Okay. Die is nu op stage en normaal hebben we er 3. Ja. Ja. En de SPV die is bruggen aan het bouwen naar buiten. Hè. Zorg ook dat de mensen naar binnen komen. Hoe ziet jouw pakket er binnen de muren uit? Als je hier zo'n dag bezig bent. Hè. Want ik zag ook we liepen langs activiteitencentra. We liepen langs een soort van luchtplaats. Zo heet het ook. Ja, klopt. Hè. Ja. Dus daar lopen ook jouw patiënten, betrokkenen. Hoe ziet jouw dag eruit als SPV?
Heel verschillend. Op sommige dagen hebben we vrij veel overleggen. Die zijn dan wat functioneler. En andere dagen dan is er wat meer ruimte om bij de patiënten op de afdeling langs te gaan. Om ook echt de gesprekken te voeren. En dan focus ik mij vooral op de patiënten die geen juridisch traject hebben. Dus die of een einddatum hebben of zonder een juridisch traject naar buiten zullen stromen. En met een juridisch traject bedoel ik bijvoorbeeld een ISD of een TBS-maatregel. Een ISD, dat is? Inrichting stelselmatige daders. Die trajecten die zijn eigenlijk altijd voor de case manager, want die liggen vast. En wij als SPV'ers kijken vooral van je komt straks weer buiten. Wat heb jij dan nodig? Dus jullie als SPV bevinden zich met name in het na-traject. Ja. Het laatste stuk van de tijd dat iemand gevangen zit, zeg maar. Ja. En wanneer begint zo'n traject? Want als iemand zeg maar 2 jaar vastzit, of 4 jaar, begin je dan het laatste half jaar? Of hoe werkt dat? Nee, eigenlijk op het moment dat iemand al in detentie komt, dan ga je al kennis maken met iemand en informeren van wat is er buiten gebeurd, de reden dat je binnen bent, waar liggen jouw valkuilen, waar liggen jouw wensen, wat wil je uiteindelijk na detentie? Dan kijk je heel praktisch, is iemand bijvoorbeeld al ingeschreven of wat heeft iemand dan nodig om aan het einde van zijn detentie toch weer naar buiten te komen en hoe kunnen wij daar als SPV'ers bij aansluiten? Ja, en heb je daar dan een intake mee als SPV of is die intake al door iemand anders gedaan? Nee, vaak doen we een intake. Ja, het wisselt een beetje. Soms samen met een case manager. En soms doen we die ook zelf. En dan kijken we echt van, wat heb je nodig? Wat wil je? En vaak hebben we toch wel de patiënten die buiten werden gezien als zorgmeider of worden ervaren als zorgmeider, waarbij ze dan hier binnen vaak moeten en vrij zijn van alcohol en drugs, waardoor je een hele andere ingang kan creëren dan die je buiten niet hebt. Dus omdat op dat ze moment daar met de verslaving te maken hebben. Juist, ja. Okay. Ja en dat kan. Want binnen zijn is men niet verslaafd. Binnen is men zeker verslaafd, maar niet onder invloed. Maar niet onder invloed. Ja. Wil je dat uitleggen aan de luisteraars? Dus ze zijn wel, je hebt wel een verslaafde tegenover je zitten, maar die heeft niet dusdanig veel. Van wat voor afspraken maak je daarover? Op dat moment vooral welke invloed heeft de verslaving op jou? En zeker op het moment dat iemand dus onder invloed is, dus wanneer iemand recent heeft gebruikt of gedronken, kan dat leiden tot een gedragsverandering. En kan dat ook leiden tot in hoe iemand naar hulpverlening reageert of iemand openstaat voor hulpverlening. En doordat je dat onderdeel hier binnen al uitsluit, kan je daar vaak wel op inhaken en daar een gesprek over voeren die je buiten minder makkelijk kan voeren. Ja, die begreep ik. Maar ik dacht ook even van, als je verslaafd bent, is het dan zo dat ze hier geheel van hun verslaving af moeten zijn? Of is het binnen de muren dat ze daar ook hun afspraken mee hebben, dat ze ook hun medicatie kunnen halen? Ja, we hebben zeker ook wel patiënten die ook hier binnen bijvoorbeeld methadonbehandeling krijgen, omdat ze bekend zijn met een verslaving. Ja. Maar het is niet zo dat elke patiënt die buiten een verslaving had hier binnen ook een alternatief aangeboden krijgt. We bepalen dan aan de hand van de intake ook met de medische dienst of iemand dan eigenlijk verslaafd genoeg is om medicamenteus een behandeling daarop in te zetten. Ja. Dus je moet als SPV wel heel breed georiënteerd zijn, als ik dit zo hoor. Ook medisch goed, ook wel onderlegd. Hè. We krijgen het allemaal binnen de opleiding, hè. Ook pathologie, over verslaving. Ik denk dat verslaving wel een ding is waar je sowieso know-how over moet hebben als SPV. Ja, zeker. Ja. Zeker ja. Binnen een setting als dit. Ja, zeker. Ja, het is heel belangrijk om de kenmerken van de verslaving te weten. Maar ook hoe je patiënten kan voorbereiden op het toch weer naar buiten gaan, hoe ze daar dan op een andere manier mee om kunnen gaan. En patiënten die gemotiveerd zijn om te stoppen, juist omdat ze dat hier binnen dan toch al langere periode zijn geweest, om die dan ook eigenlijk klaar te stomen voor hun verblijf buiten. Ja,
En ze beginnen hier al met een bepaalde structuur waar jij ook mee te maken hebt. Hè? Wat is nou gezond leven, gezonde leefstijl? Ja. Ik denk, los van dat je binnen een gevangeniswezen verblijft een aantal jaren, is de gezonde leefstijl ook niet een hype, maar is wel heel belangrijk tegenwoordig. Ja. Wat doe jij daarin als SPV? Op dit moment niet heel actief op de afdelingen. Er zijn wel in andere PPC's leefstijltrainingen die door de SPV'ers gegeven worden. En we zijn wel aan het kijken of we een aantal van die trainingen ook naar PPC Zaanstad kunnen halen. Omdat we wel nut en de noodzaak van die trainingen ook hier zien. Ja, ja, precies. Dus Want we zagen ook, we zien hier ook als we naar buiten kijken, een soort van sportveld ook wel, of er zal ook wel gesport worden. We zagen ook mensen aan het werk voor een bepaald tijdslot, dat iemand een uur naar buiten mag precies, een uur aan een activiteit deel mag nemen. Ja. Zit dat allemaal zo strak geregisseerd hier binnen de gevangenis? Ja, de eigenlijk alle afdelingen hebben hun eigen dagprogramma, zoals we dat noemen. En binnen dat dagprogramma zijn een aantal vaste activiteiten, zoals luchten en arbeid. Die zijn vastgesteld, maar daarbuiten kan je ook individueel therapieën krijgen, of bijvoorbeeld Sportplus. En dat is dan bedoeld om te kijken van bijvoorbeeld met omgaan met agressie. Dat ze daar één op één samen met een trainer mee kunnen oefenen. Van hoe kan ik anders reageren op bepaalde situaties? En hoe kan ik op een andere manier reageren dan impulsief en agressief? Ja. Nou, dat is een therapieaanbod. Ja. Ja. Ik hoorde je ook in de voorbereiding vertellen over psycho-educatie. Ja. Wat is jouw aanbod daarin als SPV binnen het gevangeniswezen? Nou, ik probeer eigenlijk nu die trainingen naar binnen te halen. En in PPC Zwolle hebben ze een hele mooie training ontwikkeld. Omgaan met psychotische symptomen bijvoorbeeld. En die gaan wij hier nu ook implementeren. Dus dat wordt dan een onderdeel van de SPV'er samen met groepsbegeleiders van de afdeling om die training aan de patiënten te geven. Oké. Okay. Ja. Dus je ziet daar de noodzaak van in. Ja, zeker. Psycho-educatie is natuurlijk ook in dat natraject, hè, of het voortraject om weer naar buiten te gaan, enorm belangrijk. Ja, zeker. Ja, dat luchten, hè, dat vind ik, het zijn van die termen natuurlijk. Als jij gaat wandelen, ga je even luchten. En andere SPV'en die gaan wandelen. Ja. Dat is gewoon het verschil in het werk. Hè. Alles klinkt hier natuurlijk van binnen dat je niet voor niks in dit in zo'n gebouw, in zo'n omgeving werkt. Ja. Wat doet dat met jou als vrouw, zeg maar? Jonge vrouw, SPV, om met mannen en vrouwen natuurlijk, zullen er ook zijn... Ja, zeker. Ja. Maar wat doet dat met jou zelf als je tegenover mensen zit met een... we hebben een strafblad, verblijven hier niet voor niks. Wat doet dat met jou als je tegenover iemand zit met zware veroordelingen? Goeie vraag. Ik zou bijna willen zeggen niks, maar dat is ook niet helemaal waar. Maar ik wil daar wel mee zeggen dat ik vooral naar de persoon kijk die ik voor me heb en niet zozeer naar het delict wat iemand heeft gepleegd. En heel eerlijk, soms heb ik een hele goede relatie met een patiënt. En dan ben ik eigenlijk niet echt of helemaal niet bezig met wat het delict is geweest. Dus dat verdwijnt dan ook een beetje naar de achtergrond. Omdat ik vooral wil kijken en me wil focussen op wat je op dat moment voor je hebt en waar iemand mee verder moet. Waarmee ik wel de aandacht kort wil besteden aan het delict. Vooral van wat heeft iemand er wel ook van geleerd. Van wat is er gebeurd, wat is er beschadigd, wat wil je herstellen. Vaak zijn het patiënten die toch wel in hun naaste omgeving een delict hebben gepleegd. Dus dan heb je als SPV'er ook aandacht voor de familie van de patiënt. Omdat die ook beschadigd kan zijn. Dus dan ga je ook met de patiënten in gesprek. Van joh, hè, er is in ik noem maar wat, in je thuissituatie wat gebeurd.
Wat voor invloed heeft dat op jou? Maar hoe is het ook met je vader, of met je moeder, met je broertje? En dat je daar wel de aandacht voor hebt en ook eventueel uitnodigt voor een systeemgesprek. Om daar systemisch werken. Ja, ja, dat is natuurlijk ook binnen de opleiding als SPV is dit iets waar je niet aan voorbij kan gaan. Ja. En hoe is dat dan om een systemisch te werken? Je nodigt familie uit of de echtgenoten of kinderen om hen hier dan binnen de gevangenis een systeemgesprek te doen. Dat lijkt me toch anders als dat je bij een gebiedsteam ergens in de stad zit en ze komen daar gewoon aanlopen vanuit hun werk. Maar hier komen ze ook allemaal door die detentie. Ja. En dat zal allemaal ook extra gevoel geven van, goh, we gaan bij mijn vader langs of bij mijn echtgenoot langs. Ja. En die zit hier niet voor niks. Ja. En zo start je het systeemgesprek al bijna. Ja. Ja, en vaak heb je dan ook wel even de aandacht van, hoe zit je erin? Dus als familie dan binnenkomt, dat je dan ook even vraagt van, joh, hoe gaat het met je? Hoe kijk je nu tegen het gesprek aan wat we straks gaan voeren? Zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt of waar je bang voor bent? Of dingen die je wel wil bespreken, maar het moeilijk vindt om die in te brengen? Zodat je daar dan ook in het gesprek rekening mee kan houden. En met de familie mee kan kijken of je daarover een ingang kan vinden. Dus dat bespreek je dan van tevoren. Maar ook met de patiënt bespreek je het van tevoren, omdat die soms ook toch wel met hun familie of dingen willen opbiechten of willen bespreken. Of eigenlijk hulp willen vragen van, joh, help mij om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Ja. Maar ik heb jullie pijn gedaan, ik weet niet hoe ik het moet vragen. En nou ja, dat is vooral onze rol als SPV'er. Om dat moment dan te begeleiden. En dat vind ik eigenlijk alleen maar een heel mooi moment. Zeker dat de patiënt, maar ook de familie, ja, eigenlijk op hun kwetsbaarste moment in hun leven, hopelijk eenmalig, dan toch jou daarin durven te vertrouwen om dat stukje te begeleiden. Ja. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, nou, ik begrijp steeds meer waarom jij ons uitgenodigd hebt als podcast. Want ik hoor jou vertellen en dat je gewoon de mens kan zien achter het delict. En ook de mensen daaromheen, het systeem, betrekt binnen de behandeling, de begeleiding die je past. Ja. En je vertelt daar heel rustig over, maar wel met alle inhoud, met het gevoel van, ja, dit is het werk waar het om draait voor mij. Ja, dit zeker maakt het leven mooi, ook als SPV. Ja, zeker. Ja. Dat is best wel bijzonder, want je hebt natuurlijk ook gesprekken. Ik kan me ook wel gesprekken herinneren dat we altijd na moeten denken over van, als je het gesprek begint, is de veiligheid dan gewaarborgd? Hè? Ja. We hebben wel piepers op het kantoor gehad in het verleden. Nou, ik werk al een jaar of 45, dus een beetje uit het verleden halend hebben we dat soort situaties gehad. Ja. Veiligheid staat voorop. Ja. Hoe wordt dat hier georganiseerd? Want als er onthullingen komen, als er woede is, als er frustratie, hoe wordt de veiligheid gegarandeerd voor jou als SPV en je collega's? Daar denk ik van tevoren ook over na. Van wat voor gesprek gaan we voeren? Waar gaat het over? Hoe kan familie reageren? Hoe kan een patiënt reageren? En op basis daarvan bepalen we eigenlijk ook de locatie waar het gesprek wordt gevoerd. Waarbij we een crisisafdeling hebben. En waar de patiënten eigenlijk rauw, kort na het delict binnenkomen. En de familie dan al wel betrokken is. En dan zijn de systeemgesprekken vaak op de afdeling, zodat er een korte moment is dat als de patiënt zegt van, joh, ik ben het zat, dat ze ook snel terug kunnen zijn op hun kamer, maar ook dat ze een beroep kunnen doen op de aanwezige collega's. Ja. Dus heb je ook een situatie, ik ga ervan uit dat het vaak goed voorbereid wordt, dat het goed verloopt, dat ook wel een situatie uit de hand is gelopen? Nou, heel eerlijk, met systeemgesprekken eigenlijk nog niet. Nee. Oké. Nee. Nou, dat zegt wel wat, hè? Want ik had sowieso wel, welk voorbeeld zou ik eens noemen. Maar dat zegt wat over hoe het werk georganiseerd wordt, wat de inschattingen zijn vooraf, hè? Ja. Dat je wel inschat dat het ook te doen is. Ja, zeker. Ja, dat doe je samen met het behandelteam. Maak je inderdaad de inschatting van, waar gaan we het gesprek doen? En soms dan, zeker op de crisisafdeling, dan wordt er ook voor gekozen om bezoek op de afdeling te laten plaatsvinden. En niet in de bezoekzaal, wat
nou ja, heel ver lopen is. Het is een beetje moeilijk om het uit te leggen. Ja, dat is 100 meters lopen in deze gangen. Dat is inderdaad heel, heel erg lopen. Ja. En dan kijk je ook naar het toestandsbeeld waarin iemand zich bevindt. Een bezoekzaal is toch een hele grote ruimte die, waar meerdere mensen zitten die een gesprek voeren. Wat voor sommige patiënten die al heel snel overprikkeld zijn, te veel kan zijn. En dan maak je ook de afweging om dat op de afdeling te laten plaatsvinden. Ja. Ja, precies. Dan maak je strategische keuzes in. Ja. Ja. Welk stukje hebben we nog niet benoemd van het werk van een SPV binnen de muren? Waarvan jij nog denkt van, nou, dat wil ik ook nog meegeven. Dat vind ik een hele goede vraag. Want we hebben het over systemisch werken gehad. We hebben het over het individuele contact gehad. We hebben het over veiligheid gehad. Over het bijzondere van als je hier werk begint, hoe je al hier aankomt, door de gangen loopt. Ja. Veiligheid. Ja. Ja, nee, ik maar we hebben nazorg hebben we ook gehad. Ik denk dat we wel alle belangrijke thema's hebben gehad. Oké. Okay. Ja. En als je dan, nog één dingetje. Je had mij nog verteld dat je met een patiënt, dat was echt een man met een heel verleden. Ja. En die jou wel had willen knuffelen. Bij wij, of dat, die ging weg. Klopt. En je had een verbinding meegemaakt. Ja. Zou je dat even nog kort kunnen benoemen? Ja, zeker. Die meneer die kwam inderdaad binnen. Is nog niet heel lang geleden ook weer naar buiten gegaan. En was eigenlijk heel afwerend in het contact. Bekend met verbale fysieke agressie, intimideren. Was ook wel heel erg psychotisch, zeker in het begin. En hij op de crisisafdeling had ik eigenlijk nauwelijks contact met hem. En ja, naarmate de dwangbehandeling, want hij is uiteindelijk met dwangbehandeling behandeld en die aansloeg, merkte je ook dat hij wat milder in het contact werd. En op dat moment ben ik aangehaakt, om het zo maar te zeggen. En het toeval is dat hij eigenlijk is verhuisd in een verbetertraject naar alle afdelingen waar ik als SPV'er werk. En ik hem ook in die zin kon volgen en heel goed bij hem kon aansluiten. En uiteindelijk is hij naar buiten gegaan met een zorgmachtiging. Waarbij er ook heel veel weerstand was. Hij eigenlijk in het verzet ging, want hij wilde niet. Maar toen uiteindelijk voor hem helder werd dat het toch echt doorgezet ging worden, sloeg hij eigenlijk om als een blad aan de boom. En was hij ontzettend dankbaar dat wij die zorgmachtiging hadden aangevraagd. Met als doel om hem eigenlijk via die zorgmachtiging te laten overbruggen naar een vaste begeleid wonenplek. En hij daarmee eigenlijk te horen kreeg van, oh, maar we willen je niet laten vallen, maar we willen dat je goed terechtkomt. En die boodschap heeft hij opgeslagen en begrepen inderdaad. En toen zei hij van, ik had eigenlijk niet verwacht dat er ook nog hulpverleners waren die die goede bedoelingen hebben. En eigenlijk zou ik je wel willen knuffelen. Zo, ik voel me gezien. Ja. Ja, dus ondanks dat vond ik wel heel mooi. Heb je mooi aangesloten, mooie verbinding gemaakt. Zeker, en donderdag ga ik ook nog even naar hem toe. Dus dat vind ik wel een stukje nazorg. Ja, zeker. Nou, mooi verhaal. Dat zegt veel over hoe jij in dit werk zit als SPV. Ik had je van tevoren al gevraagd van, wat zou je als laatste nog mee willen geven zo aan je collega's in het land over dit SPV-werk binnen de muren? Ja, nou toch dat het SPV-werk niet altijd ambulant hoeft te zijn in de zin van ambulant bij de mensen thuis, maar dat je ook binnen de instelling als SPV heel veel kan betekenen voor een patiënt. Ja, zoals justitieel complex Zaanstad. Ja, zeker. Ja. Dat is ook wat voor de mensen in de kliniek bijvoorbeeld, hè? Ja. Als SPV zeker. Vergelijkbaar. Mooi. Ik vind het een bijzonder gesprek geweest. Zeker in deze speciale context. Dank je wel voor deze podcast. En ik wens je gewoon enorm veel succes. En ik hoop dat veel SPV'en een heel ander beeld krijgen ook van jouw werk als SPV binnen de muren. Hoop ik ook. Dank je wel.
Dit was weer een aflevering van de SPV-podcast Onderweg. Wil je ook in gesprek met Richard? Nodig hem dan uit door een e-mail te sturen naar podcast@vnvn-spv.nl. Vergeet het streepje niet. Ja, wij zijn de SPV.